zwarte apen. Of als het bijvoorbeeld Sinterklaas was, zeiden ze: hey, Zwarte Piet, gooi ook pepernoten en al die dingen. Schelden, spugen, sissen, staren en schreeuwen. Al deze S-woorden hebben één ding gemeen. Namelijk dat het vervelend is en dat het een onveilig gevoel geeft. En wist je dat vooral jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar te maken krijgen met straatintimidatie? Mijn naam is Stefano en ik ga vandaag in Almere Centrum mensen vragen over hun ervaring met straatintimidatie. En stellen we ze op de proef. Laten we kijken hoe dat gaat. We vragen de mensen uit Ali om plaats te nemen op een kruk. Hierna krijgen zij een koptelefoon op en spelen we een geluidsfragment af. Hey, meisje, kom eens hier. Dat ziet er goed uit, hoor. Mag ik je nummer? Pas op met wat je aandoet. Dan ben je mooi. Je vraagt er echt om. Kijk hem lopen, vieze homo. Ik kan wel uren achter je aanlopen. Waar gaan die beentjes naartoe? Hé, blondje. Wacht eens op me. Hallo, mooie dames. Wat ben je nou? Jongen of meisje? Flikkertje. Zullen we samen kinderen maken? Konnichiwa. Ching chong chang. Hallo? Versta je me niet? Lekker de benen, schat. Hoe laat gaan ze open? Hey, jij hebt net naar een geluidsfragment geluisterd. Wat heb je te horen gekregen? Ja, gewoon heel veel catcalling en homofobie eigenlijk wel. Gewoon eigenlijk dingen die niet kunnen. Het was echt wel intimiderend. Stereotyperend, links, rechts, maakt niet uit. Gewoon uitscholden worden voor wie je wilt zijn, wie je bent. Geluiden die je eigenlijk best wel vaak op straat hoort. En ja, het zijn natuurlijk niet altijd de leukste. Was het herkenbaar? Ja, super herkenbaar. Ja, ik kreeg ook een beetje hetzelfde gevoel van of zo. Dat als je dan alleen loopt en je wordt aangesproken door iemand, dat gevoel kwam weer een beetje omhoog door dat geluidsfragment. Kan je een paar voorbeelden noemen uit het geluidsfragment wat je hebt gehoord? Ja, ze kunnen niet bijlopen. Over haarkleur, hey blondje, vieze flikker. Dat mannen make-up dragen, dat niet zou kunnen. Van, ik ga je op een afstand zwanger maken. Mag eigenlijk niet om lachen, maar ik vond het wel grappig. Heel heftig. Ja, wel, zeker. Heel heftig, heel heftig. Weet je nog jouw eerste ervaring met straatintimidatie? Ja, racisme. Ik ben een keer in de bus lastiggevallen. En toen heb ik mijn ouders gebeld. Zo van, hey, kom me ophalen bij de bushalte. Want hij pakte me ook echt bij mijn arm vast. Het vervelendste wat ik ooit heb meegemaakt, dat echt iemand me daadwerkelijk ging achtervolgen. En dat je dan met een vriendin maar gaat bellen. Maar dat geeft ook niet echt de veiligheid van, oh ja, nu ben ik safe of zo. Dus ik heb ook altijd standaard mijn locatie die ik met mijn familie en mijn vrienden heb ik altijd aanstaan. Dus iedereen kan me eigenlijk altijd volgen waar ik ben. Maar dat is ook echt uit voorzorg voor, ja, je weet het maar nooit. Net ik liep door de steeg met twee vrienden van mij en ik zag een zwerf gewoon pissen en ik liet ze lul zien. Ja, heel raar. Maar ja. Hoe voel je je daarbij? Ik dacht echt, wat de fuck gebeurt hier nou? Joh? Ik vond het een beetje raar. Heel ongemakkelijk. Ik was ook de enige donkere jongen in mijn klas vroeger. Dus dan had ik veel dat mensen echt zwaar op me ingingen erop. Maar ja, vroeger kon ik het dan niet meer handelen, maar nu kan ik er wat meer mee over. Wat zeiden ze? Zwarte apen, of als het bijvoorbeeld Sinterklaas was, zeiden ze, hey, Zwarte Piet, gooi ook pepernoten en al die dingen. Verschrikkelijk. Ja. Ik schrik er elke keer wel weer gewoon van. Als ik opeens een hand op mijn arm krijg of zo, of wat, dan denk ik toch wel altijd, daarna voel ik me altijd wel weer gewoon een beetje, ja, toch wel vies of zo. Ik heb een vriendin en dan word je ook wel nageroepen van, hey, vieze lesbienne, dat soort dingen. En hoe voel je je daarbij? Ja, je gaat je dan heel erg kut voelen over jezelf, terwijl dat is gewoon hoe die mensen zijn en je moet jezelf er niet. Dat gaat over hun en niet over jou. Ik wist dat dit probleem er is, maar ik ben toch wel geschrokken van de omvang van het probleem. Als laatst vroeg ik de mensen of zij een signaal willen afgeven aan iedereen die zich schuldig maakt aan straatintimidatie. Ja, gewoon niet doen. Echt niet. Niet doen. Het is niet cool. Het is echt niet cool. Het is ook niet iets stoers of wat dan ook. Ja, stop er gewoon mee. Iedereen mag lekker zijn wie ze zijn. Laat ze gewoon met rust. Als ze hun gelukkig zijn, dan dat is het belangrijkste. Nou, doe het niet. Jij zou het ook niet fijn vinden als de mensen bij jou doen, dus doe het gewoon niet. Waarom zou je het überhaupt doen? Wat schiet je ermee op? Want ik denk dat je gewoon veel leuker iemand aan kan spreken van, oh hey, hoe is het? En dan heb je denk ik meer kans om een leuk gesprek en om iemands nummer te krijgen dan echt dat nazitten te roepen en dat soort dingen. Wij staan op tegen straatintimidatie. Wist je dat je straatintimidatie kan melden? Dat kan op de website stop.nl met 3 S'en. Zo weet de gemeente Almere waar de incidenten plaatsvinden en kunnen zij er iets aan doen. Bijvoorbeeld door meer toezicht of meer verlichting te plaatsen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en onthoud, meld straatintimidatie, want samen maken we Almere veiliger.